Auto's zijn geruisloos en duur. Auto's staan voortdurend te koop in de sneeuw. Dat was de titel. D66 hangt boven het speeltuintje en verandert traag van vorm. Wordt compact, wokt open, registreert oudere millennials op weg naar het geboortecentrum. Is dit de substantie die je bedoelt? Wat lekt dit, zeg, wat lekt dit? Ik wilde niet in de auto zitten, zoals mijn ouders, maar kwam in aanraking met geld. Buienalarm drupt herkenbare vervreemding, grillige relaties, lekt relzucht boven het land. Kom, hoe zeg je dit zonder detentiemond? Offshore ventures in de woonkamer, in de woonkamer. Dicht bewolkt, deze software, wordt nog eens mijn zuster de lichamelijke dood. Landschap is een manier van kijken. Naar openbare lichamen als laaghangende wolken in airspace. Ze kunnen alles zien omdat ze de juiste snelheid hebben en werpen schaduwen. Schaduwen branden gaten in je diploma. Zie dat niet als iets negatiefs, zeggen de knaagdieren. We zijn inmiddels bevriend. Zie einde gedicht voor de knaagdieren. Zie dit als een foto van een hek op een achterterrein, modderig. Een prachtige grijze kunstfoto. Smaakvol banaal als een normcore jasje op een borrel. Losjes gedragen tijdens praten over quirky onderwerp met belangrijke collega. Wanneer zien wij elkaar weer eens in de omheiningen? Wanneer stuur je weer eens een tikkie? Vadergevoelens uit de voering van de middag komen als knaagdieren. Met AA-Milne-achtige naar pleetscheurende grimmigheid. Ik heb altijd onprofessionele hulp gezocht. Dank jullie wel. Al die beleidsdocumenten die ik heb uitgeschud, die zijn in elkaar gedrukt als een auto die je plet. En toen heb ik heel veel punten ertussen gezet en toen zijn het deze gedichten geworden. Tweede document. Wegwijzer voor de insprekers. Schriftelijke reacties indienen voor januari 1991. Blanje, evidence-based oranje. Ik werd wakker in je verordening. Westelijke randweg, kan ik niet boos zijn op jou? Intensivering van leerroutes. De inburgeraar is eigenaar van zijn inburgering. Iedereen, één oog, sluiten, nota, fraai symbool. Wat ook een ander van je zegt, derde oplevering, corridor Norte. Conformité européenne. Hergebruik, we deelden krenten uit. Vriendschap die uit werk ontstaat. Stakeholders, robuust, adaptief, maar vooral een stelsel dat werkt, brede intake. Op andere manieren gelukkig, collegiaal bestuur in het straatje of plotseling in de dode hoek opstaan, file rijden. Iedereen doet mee, het liefst via betaald werk. Nederland, distributieland, denk toch eens aan hergebruik. Nieuwe tracés en halteplaatsen, diep in mijn hart. Zesde document. Misselijkheid. Ambtenaars citeren, lullige woningnood. Weer een coach in je tijdlijn. Slaapkamers scrollen. Retromania belichamen, kopieerlust, nota's van gevoel, assemblage van parkeerterreinvermoeders. Raciaal, modern, buitengebied, alles lag, diepblauw bestemmingsplan, grounded science fiction, langs de grachten de loods. Waar je weer het gevoel hebt in de blauwdruk van iets rond te lopen wat nooit af zal zijn. En ook niet naar voltooiing streeft, maar naar voortdurende innovatie. Een leven zonder weerwoord of adempauze, organisch en technologisch, digitaal en fysiek. Met een grammatica die iedereen doet verstommen en de belofte van een comfort waar weinigen zich iets bij kunnen voorstellen. Pitch. Zevende document. Zenuwlandschap. Joods, Turks, christelijk, fruit, bitter je schil. Zoet je orgiade, het gif in deze generatie-associatie verdragen. Opengesperde muil van het mineraal. De maakbaarheid opgeven.
Frankrijk weggestameld, handblank, tramtel Leidse Rijn. Dat natte, rondom douwig de kas als apotheek badal. Dat verdronkene van tijdzones, groene basisrupturen, je ingewanden, dit voortvloeien, ik heb bauxiet. Tot slot een gedicht over het jaar 2007. Ik doe drie keer zo, want er zitten drie voetnoten in. 2007. Zuilen. Het land is onbewoond, vol monumenten en hypotheken. Christendemocratische wezentjes liggen in de struiken en blazen hun schaduw de straat op. Staat het heimwee-internet aan? Het heimwee-internet staat aan. Elke dag oliekleurig, elke nacht. We halen telkens witte plastic bakken. Een witte plastic formulier bezet de werkelijkheid. ROI betekent return on investment. ROSI is return on security investment. ROSI is een verbijzondering van ROI, bewaakt de grond waarop onze adem gaat. Praat niet over wormen of virussen, maar over verlies van productie. Overdenk dikwijls de snelheid der voorbijstroming en verdwijning van al het zijnde en al het wordende. In de formules voor ROI en ROSI ontbreekt de factor tijd. Mensen die ik nu lesgeef zijn tussen de 7 en 13 jaar oud. Op verkeerseilanden wordt laat industrieel getrouwd. In alles is kronkelend verzet. Iets nieuws met materialisme is al lang nodig. De EU wil mensen onder het stijgende water duwen en voor altijd vertragen. Iedereen is welkom om niet gepatenteerd toekomstbestendig materiaal toe te voegen. Is het mogelijk om onregelmatiger deze cultuur van het niks te eten? Deze vraag wordt gesteld door onherkenbaar gemaakte dieren onder mijn raam. Welkom in het jaar 2007. Er gaan dit jaar drie vrienden mee naar een concert. Mijn mobiele nummer is Structon. Op mijn rekening stort Trafigura Ivoorkust. Aan continentale meren staan donkere hotels vol experts. Ongelijkheid in het onderwijs, rond de huizen. Ik gedraag me joviaal, want ik ben bang om verdrietig op aarde te wonen. Jij woont ook op aarde. Hoe werk jij met verdriet? Bakstenen die niet het laatste woord hebben, maar koude stiltes weten. Hoe gaan de jaren nu eigenlijk voorbij? Je voetafdruk plakt niet aan je voet. Voorzichtig beginnen met roken. Iemand worden die verderop staat te roken. Vreemd om het stedelijke voor het eerst als organisatie van gevoelens te zien. Ik kijk nog naar dvd's. Iets uit de toekomst speelt ze af. Staart door de beelden heen naar de eigen schimmige bewegingen. Is er nog Antwerpen luchtbal? Er is nog Antwerpen luchtbal. In gesprekken die ik opvang tekenen zich grafieken af met onleesbare waarden. De gebouwen van de universiteit verwerken rouw, omdat nog net niet is verdwenen. In ordnerkleurige kommen loopt zonlicht over bebouwing. Dit gebeurt ergens in 2007 in Europees Nederland. 13 jaar later schrijf ik een gedicht. Rachachtige lucht vandaag, ik schrijf in bed. Dank jullie wel. VPRO Poëzie draait helemaal om Nederlandse en internationale poëzie. Maak kennis met dichters en de mooiste poëzie en vergeet je niet te abonneren om geen enkele video te missen.